boeken geschreven over de kalenders van de Maya's. En je kan misschien herinneren dat 10 jaar geleden iedereen de vraag had van wat gaat er in 2012 gebeuren? Wel nu dit. Mensen die samenkomen omdat er een crisis is. Een crisis waarvan gezegd wordt dat het komt door een virus, maar ik denk dat wij het virus zijn. En dat wij die crisis mogen bezweren. Een crisis die eigenlijk 13.000 jaar geleden al begonnen is, toen we landbouw gingen plegen. Want toen zijn we planten in hokjes gaan plaatsen, in vakjes. En de dieren zijn we in vakjes gaan plaatsen. En zie, nu worden wij in vakjes geplaatst. Maar we zijn hier samen omdat we een andere wereld zouden willen. En dan kom ik terecht bij die wereld voor 13.000 jaar geleden. De wereld van de natuurvolkeren, waarin mannen en vrouwen gelijk waren. Waarin het mannelijke en vrouwelijke overal was en het magische in de natuur was. En dan zitten we eigenlijk nu met het probleem. Het enige probleem is dat we het contact met de natuur en met elkaar kwijt zijn. En dat is wat we hier nu samen aan het doen zijn. En weet je, als er geen coronacrisis was geweest, waren wij hier niet samen geweest. De crisis is wat ons betreft hier dus niet bestaand. En dit is eigenlijk wat de boodschap is. Wat we missen, wat de, laten we zeggen, de autoriteit ons vertellen, is mensen uit elkaar halen. En wat wij dus doen is mensen bij elkaar brengen. En dat wordt samen een hele nieuwe wereld die niet met iets van buitenaf te maken heeft, maar die uit je innerlijk zal komen en vanuit je hart. Landbouw gingen mensen aan landjepik doen en mannen moesten dat beschermen. En mannen gingen strijden en gingen ook onderhandelen. Maar het waren altijd de vrouwen die beslisten. En de reden was dat vrouwen over langere termijn kunnen kijken. Vrouwen baren kinderen en kijken verder. Wij mogen dat als mannen beschermen en dragen. En ik hoop dan ook dat het vrouwelijke in die zin meer gaat leven. En dat we, wat een aspect van het vrouwelijke is, ons ook meer mogen gaan verbinden. Die Maya's die hadden een lange tellingkalender en die begon 5000 jaar geleden en die eindigde in 2012. Precies in het midden hadden we in Griekenland, in het westen, Plato en de Gnostiek. En precies in het oosten in diezelfde tijd hadden we Boeddha. Beide zeiden hetzelfde, ken jezelf. Er is niets buiten je wat niet in je is. En wat deze crisis doet, is ons naar binnen brengen. En dat mogen we samen gaan delen. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik te vertellen heb. En wat ik blij ben, ik zie nu alleen maar lichtjes. En ik hoop dat we in die lichtjes elkaar blijvend mogen vinden. En dat is ook mijn pleidooi en waar ik ook praktisch op dit moment mee bezig ben om kleine kringen op te zetten. Zelf kom ik uit Utrecht, daar ben ik kringen aan het opzetten, maar het gebeurt ook in Amsterdam, het gebeurt ook in Zutphen, het gebeurt in alle steden en dorpen van Nederland. Mensen gaan samenkomen in kleine kringen en we gaan het de komende jaren zelf doen. En hebben we elkaar bij nodig en dat gaan we doen. Dank jullie wel.